De aarde warmt veel te snel op. De biodiversiteit daalt en de zeespiegel stijgt. En toch komen oplossingen voor het klimaatprobleem zoals circulaire economie, kringlooplandbouw en duurzame energie maar moeizaam van de grond. Er worden zelfs rechtszaken tegen de overheid gevoerd omdat het kabinet haar eigen klimaatdoelen niet haalt. Waarom is het nu zo ingewikkeld om Nederland schoner, groener en duurzamer te maken? Neem de discussie rondom stikstof. Sinds het midden van de vorige eeuw hebben wij met z'n allen voor gezorgd dat de hoeveelheid stikstof in de lucht is verdubbeld. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor met name de natuur. Maar een stikstofbeleid vormen dat én de natuur verbetert en ruimte laat voor economische activiteiten is complex. Dat is niet iets wat de minister alleen op een zolderkamertje zomaar even bedenkt. Beleid is het resultaat van ingewikkelde onderhandelingen met heel veel partijen en organisaties die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Denk maar eens aan boeren versus natuurorganisaties. Daarbij komt ook nog eens dat beleid een beetje in overeenstemming moet zijn met wat politici in verkiezingstijd hebben beloofd. En het moet ook passen bij hoe de samenleving er tegenwoordig over denkt, want anders wordt deze minister bij de volgende verkiezingen niet herkozen. Beleid over grote en moeilijke vraagstukken is dus niet zomaar 1, 2, 3 gevormd. Tijdens de Bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam leer je dit soort complexe maatschappelijke uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken te begrijpen en leer je hoe je met deze complexiteit kan omgaan bij het vormen van beleid. En hiermee bereiden we je voor op de toekomst, zodat jij na je studie de beste kansen hebt op een betekenisvolle baan. Bijvoorbeeld als adviseur, beleidsonderzoeker of consultant. Dus wil jij echt het verschil maken? Check snel deze link om meer te weten te komen.